In deze video ga ik je precies laten zien welke camera's en lenzen ik meeneem in bepaalde situaties. Ik heb een soort van regel dat ik maximaal drie lenzen meeneem, zodat ik bewuste keuzes maak en niet te veel loop te showen met alles wat ik heb. Het is maar net wat ik ga doen en op basis daarvan kies ik wat ik ga meenemen. In mijn vorige video heb je al kunnen zien welke camera's en welke lenzen ik allemaal heb, en vandaag ga ik verschillende setups laten zien met die camera's en met die lenzen. Allereerst even de basics die ik bijna altijd meeneem. Natuurlijk mijn favoriete cameratas, de Lowepro ProTactic 250AW. Nou Hierin heb ik mijn drone, de DJI Mavic Air. De drone controller en drone batterijen. Hier heb ik nog ND-filters voor de drone, die zijn van Polar Pro. En verder heb ik hier een externe accu die ik bijna altijd meeneem. Altijd handig om dingen op te laden, zoals je telefoon. Extra batterijen voor de camera. En altijd handig een lensblower, die heb ik altijd bij me. Aan de cameraband heb ik de Peak Design capture clip zitten. Dat is super handig om je camera aan te bevestigen zodat je je handen vrij kan houden tijdens het lopen. Nou, dan heb ik hier ook meestal van Peak Design de travel tripod carbon bij. Ik heb sowieso altijd een fles water bij. En dan heb ik hier iets nieuws. Dit zijn mijn magnetische ND-filters van Kees. Nou, Wil je hier nou een video over zien, laat het dan even weten. Maar dit is een echt. Super goed, hele kleuraccurate ND-filters en geen vignetting, dus die kan ik echt aanraden. Ze zit in dit mooie tasje. Er zitten verschillende vaste waarden aan ND-filters in. Die zijn magnetisch en die zijn super makkelijk om te bevestigen. Je hebt een magnetische lenscap, die haal je eraf en het ND-filter zet je erop. Super makkelijk en die blijft echt super goed zitten. Als ik landschappen ga fotograferen, dan kies ik specifiek voor mijn zoomlenzen, de Tamron 17 tot 28, 28 tot 75 en 70 tot 180 mm. Want inzoomen is nou eenmaal gewoon superhandig bij landschapsfotografie. Soms kan je niet een stapje naar voren of naar achteren lopen als je bijvoorbeeld bij een rivier staat of aan een randje van een klif. Dan zijn zoomlenzen gewoon ideaal. Bij het fotograferen van een landschap kun je niet altijd bewegen, dus de flexibiliteit van een zoom is dan gewoon nodig. En je maakt landschapsfoto's meestal tussen f 5.6 en f 11, dus dan zijn de foto's sowieso lekker scherp. Dus een prime heb je niet per se nodig. Ik heb dus mijn drie zoomlenzen van Tamron bij me, waarmee ik een range heb van 17 tot 180 mm. Nou, meestal neem ik mijn Sony A7 III mee vanwege de extra megapixels. Dus stel nou je maakt echt een knaller van de landschapsfoto's, dan is het super mooi om dankzij die extra megapixels een mooi groot uit te printen. Of als je iets extra wil inkroppen, dan heb je heel veel megapixels om dat te kunnen doen. Als ik naast fotografie ook wil gaan filmen en ik wil per se deze compacte cameratas meenemen, dan laat ik mijn drone thuis en dan neem ik de A7S 3 mee. Dan neem ik ook nog een microfoon mee om geluid op te nemen. Als ik portretten ga fotograferen of een lifestyle fotoshoot heb, dan neem ik het liefst mijn primes mee, oftewel de Sony 24mm f1.4, Samyang 45mm f1.8 en de Sony 85mm f1.8. Primes maken gewoon de scherpste foto's met de mooiste looks, onder andere dankzij de onscherpe achtergronden. Afhankelijk van het soort shoot wil ik ook nog wel eens mijn Tamron 70-180mm meenemen, bijvoorbeeld als ik buiten ga fotograferen. Dan neem ik deze mee als extra. Of ik laat de 85 mm thuis en dan neem ik de 70 tot de 180 mm mee. Ik fotografeer met mijn A7S3 omdat de autofocus gewoon super is. De kleuren voor portretten zijn net iets natuurlijker dan de a 7 III. Het flipscreen is super handig voor als je foto's in de portretstand gaat nemen. En 12 megapixels is meer dan voldoende voor dit soort fotoshoots. Voor straatfotografie gebruik ik ook meestal mijn primes, maar dan omdat ze lekker licht en compact zijn en daardoor ook onopvallender. Daarnaast is de appertje van F1.4 en 1.8 f1 gewoon super mooi en ook handig voor als je de shutter speed wilt verhogen om het fotomoment te bevriezen. En ook voor straatfotografie neem ik soms mijn 70 tot 180 mm mee, omdat het gewoon mooi is om van een afstandje foto's te snijpen. Ook voor straatfotografie gebruik ik graag mijn A7S3 met als extra voordeel de low light performance. Ik kan dus makkelijker de ISO verhogen in het donker zonder ruis te krijgen, maar ik kan ook de ISO verhogen zodat ik mijn shutter speed weer lekker hoog kan zetten om weer die fotomomenten te bevriezen. Maar daardoor kan ik ook de aperture wat meer dichtknijpen, waardoor ik meer focus in de diepte krijg. Voor mijn travelfilm in Italië heb ik de Sony A7S3 gebruikt met de 24 mm G Master. Dan heb ik ook nog de Samyang 45 mm gebruikt, f1.8. En de zoomlens Tamron 70-180mm tot f2.8. Met de Primes kon ik een mooie filmische look krijgen. En met de zoom kon ik grote afstanden overbruggen. Wat wel mooi is als je in de bergen staat. Ook kon ik daarmee de focus leggen op bepaalde onderwerpen. Omdat je die dankzij de compressie echt kan isoleren. Al mijn vorige vlogs zijn gemaakt met de Sony A7 III. Maar goed, nu dat ik de A7S 3 heb, gaat die voortaan mee. Die heeft een betere flipscreen, betere autofocus. Sowieso veel mooiere opties in 4K, slow motion, noem het allemaal maar op. Dus deze gaat voortaan mee. Ik nam altijd de Tamron 17 tot 28 mm mee bij het maken van een vlog. Die is lekker licht, de F2.8 is ook super mooi. En een ultra-wide zoom is gewoon heel erg handig voor het vloggen. Maar ik wil ook eigenlijk een keer de 24 mm G-master testen bij het maken van een vlog. Vanwege de 1.4 aperture. De achtergronden worden dan nog mooier onscherp en het geeft net een wat meer filmische look in plaats van een standaard vlog-look. Maar goed, de Ultrawide is ook weer handig voor het nemen van superwijde foto's of het filmen van grote landschappen. Het is dus gewoon kiezen per situatie wat ik meeneem. De andere lenzen die ik meeneem, die kunnen echt van alles zijn. Nou bijvoorbeeld een Samyang 45 mm Prime meegenomen en de Tamron 70 tot 180 mm. Maar dat kan echt van alles zijn afhankelijk van waar je naartoe gaat. Ik vind het vaak wel handig om minstens één prime mee te nemen voor low light situaties en het maken van shots met hele mooie onscherpe achtergronden. Dus als ik de ultra wide zoom lens meeneem met F2.8, dan gaat de Samyang Prime mee. Maar stel nou ik ga binnenkort op pad met de 24 mm f1,4, dan gaat er bijvoorbeeld een Tamron 28 tot 75 mm mee als medium range. Voor een wat meer filmische videoshoot waarbij ik controle heb over de setting, controle heb over de onderwerpen, over het licht, dan kies ik het liefst weer voor mijn prime set: de 24 mm f1,4, de 45 mm 1,8 en de 85 mm 1,8. In zo'n situatie dan heb ik de tijd om na te denken over composities en ook om lenzen te wisselen. Het resultaat gaat veel mooier en professioneler zijn scherper, minder ruis en mooiere onscherpe achtergronden. Bij een run and gun video shoot waarbij je eigenlijk geen controle hebt over de setting en wat er gebeurt, dan kies ik liever voor een zoom als main lens met een variabele ND-filter erop als we buiten gaan filmen. Dan kies ik bijvoorbeeld voor de breed inzetbare Tamron 28 75 mm met f2.8 over de hele zoom range. Dan kan je dus mooie wide shots maken, medium shots, maar ook een beetje tele shots en dankzij die f2.8 krijg je nog best wel een mooie onscherpe achtergrond. Ultra-wide lenzen vind ik meestal niet zo mooi voor een videoshoot. Behalve natuurlijk voor vlogs, landschappen, architectuur of de wat creatievere shoots. Maar voor klantvideo's vind ik het meestal niet mooi, omdat ultra-wide niet echt een filmische look heeft. 24 mm is vaak het wijdste wat ze gaan in films, dus een lijp ultra-wide shot past niet echt in iedere video. Daarom kies ik meestal voor een standaard zoom als mijn main lens bij een run -and gun videoshoot. Afhankelijk van het soort videoshoot neem ik ook mijn Tamron 70-180 mm mee of de 85 mm Prime. Vooral als ik wat langere shots wil maken of als ik onderwerpen nog meer wil isoleren. Daarnaast gaat ook meestal de Samyang 45 mm of de Sony 24 mm G Master mee voor lowlight situaties of als ik nog onscherpere achtergronden wil. Eigenlijk altijd als ik dedicated ga filmen voor klanten, dan zit mijn A7S3 in een small rig setup. Ik hou van de handheld look en zo'n rig helpt erbij omdat je dan meer stabiliteit hebt. Ook heb je meer mounting opties voor accessoires, zodat je bijvoorbeeld een microfoon erop kan zetten of een externe monitor. Ik ben mijn rig voor de A7S3 nog aan het uitbreiden ten opzichte van hoe mijn A7 3 rig was. En daar ga ik binnenkort een uitgebreide video over maken. En dat waren een hoop voorbeelden van de verschillende setups die ik kan maken met mijn gear. Alles staat met een linkje in de beschrijving mocht je daar interesse in hebben. En als je ergens een vraag over hebt, dan kun je die gewoon stellen in de comments. Laat even een dikke like achter als je dit een toffe video vond. Ik wil dit jaar meer likes zien op mijn video's. Ik ga harde gast geven op YouTube, dus likes worden gewaardeerd. Vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal als je niks meer wil missen. En dan zie ik jou in de volgende video. Later.